Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Vandaag ben ik bij mij thuis, want ik ga jullie mijn hagedissen laten zien. Ik heb ooit in de allereerste aflevering die ik heb gemaakt wel eens wat verteld over mijn hagedissen. Maar vandaag ga ik ze eten geven en dat wil ik jullie graag laten zien. Dus wil je graag zien hoe mijn hagedissen eten? Blijf kijken. De hagedissen die ik heb, die heten luipaardgekko's. Ze komen uit landen als Afghanistan, Pakistan. Het is heel warm, maar het zijn ook woestijnhagedissen. Ze staan bij mij in een woonkamer in een terrarium. Een aquarium kennen de meeste mensen wel, hè? Dat is een bak met water. En een terrarium is eigenlijk een soort landbak. Nou, dat kan zijn als je jungledieren hebt, heb je met allemaal planten, noem maar op. Nou, mijn dieren komen dus uit de woestijn, dus ik heb echt een woestijnterrarium met zand. Het is ook heel warm daarbinnenin, want ja, het zijn dieren uit hele warme gebieden. Die moeten dan eenmaal een warm verblijf hebben. En ik ga ze straks even eten geven. En ze eten insecten. Het zijn echt vleeseters, dus insecten vinden ze super lekker. Kakkerlakken, sprinkhanen. En vandaag krijgen ze krekels. Het klinkt een beetje vies, maar het valt best mee hoor. Nou, je denkt, ga je dan elke week het bos in om krekels te vangen of zo? Nou, dat doe ik natuurlijk niet. Ik haal ze gewoon iedere week een bakje bij de Pet Supplies op. De krekels probeer ik wel zo goed mogelijk te verzorgen. Ondanks dat het dieren zijn die ik opvoer aan mijn eigen dieren, vind ik wel dat ze een goed leven verdienen. Dus ik geef hun ook gewoon eten, kattenvoer, visvoer, fruit, super gezond voor ze. En het is ook beter voor mijn hagedissen, want krekels zelf zit niet mega veel voedingsstoffen in. Dus als ik die krekels nou heel goede voeding geef, dan gaan die voedingsstoffen ook weer in die krekel zitten. En die krijgt die hagedis dan ook weer binnen. Dus hoe beter ik mijn krekels verzorg, des te beter ik ook eigenlijk mijn hagedis verzorg. Dus het is voor beide eigenlijk goed. Wat ik nog wel doe, is een beetje calciumpoeder op die krekels strooien. In de natuur vangen deze hagedissen ook veel meer andere dieren dan alleen maar krekels. Krijgen ze eigenlijk veel meer calcium binnen. En dus doe ik een heel klein beetje calciumpoeder op mijn krekels. Dus het zijn straks geen bruine krekels als ik ze geef, maar witte krekels. En dat komt dus door dat calciumpoeder. Het is ook heel goed voor je hagedissen. Hoe ze er voortvoeren uitzien, de krekels. Nu ga ik ze even bepoederen met calcium. En zo zien ze er nu dus uit. Helemaal wit, helemaal onder de calciumpoeder. En het is tijd om hagedissen eten te geven. Veel mensen zeggen dan ook van ja, vind je het nou niet zielig om krekels te geven aan je hagedissen? Het is wel sneu voor die dieren, ja. De natuur is natuurlijk eenmaal keihard. Dieren die moeten nou eenmaal andere dieren eten om te overleven. En mijn hagedissen zijn nou eenmaal niet vegetarisch, dus ja, ze hebben vlees nodig. En ze moeten vlees eten en dat krijgen ze dus door ze insecten te geven. Ik hoop dat ze een beetje hongerig zijn. Wat ik meestal doe, ik geef ze zelf een paar krekels uit mijn hand. En de rest van de krekels gooi ik in het terrarium. Die kunnen dan een beetje loslopen en rennen. Dan moeten mijn hagedissen ook echt hun best doen om ze te vangen. En zo probeer ik een beetje hun natuurlijke jachtinstinct probeer ik een beetje erin te houden. Anders worden ze heel lui en ik wil ook dat ze gaan bewegen, gaan werken voor hun voedsel. En dat vinden ze ook hartstikke leuk. Ze zijn echt supergoeie jagers. Hij zit me al een beetje aan te kijken, dus ik denk dat hij honger heeft. En het vrouwtje heb ik eigenlijk nog niet gezien. Ik geef mijn hagedissen trouwens niet dagelijks eten. Dat zou dus modder vet worden. Dus ze krijgen meestal maar 2 keer per week eten. Klinkt voor ons super weinig. Ik moet echt wel 3 tot 5 keer per dag eten. Maar hagedissen eten dus maar 2 keer per week. Deze soort dan althans. Kijk, zie je die dikke staart die ze hebben? Daar slaan ze dus hun vet in op. Dus stel je voor, in de natuur kunnen ze een tijdje niks geen eten vinden. Dan hebben ze daar een soort vetreserve in. Daar maken ze dan gebruik van. Die teren ze dan eigenlijk op. Het werkt zeg maar een beetje hetzelfde als de bulten van een kameel. En die zitten vol met vocht. En dit zit eigenlijk vol met vet. Kijk, zijn vriendinnetje heeft het nu ook door. Die rechter, dat is het vrouwtje. Dat zie je ook wel, hè? Die linker is wat groter. Wat steviger. Hier is de krekel. Wie wil er een lekkere krekel, jongens? Zo. Nou, jij de eerste. Dan mag jij de ander. Oh, rustig, niet vechten met elkaar. Ja, deze is voor jou. Hoppatee. Ik moet altijd een beetje oppassen dat ze niet in mijn vingers happen. Nou, kijk hem eens even genieten, zeg. En zo ga ik ze er nu nog een paar geven. Nu wel een beetje actief op jacht, dus dat is goed. Maar het is nog niet zo makkelijk. Af en toe happen ze ook naar elkaar van die krekel wil ik. En dat is altijd wel mooi, want dan zitten er 10 krekels in een bakje. En dan is er 1 krekel en die willen ze dan allebei hebben. Terwijl er nog 9 krekels omheen lopen. Dus het is ook weer ongelooflijk met die diertjes.
En op deze manier geef ik ze dus 2 keer per week eten. Nou, mensen vragen me heel vaak van, joh, hagedis, wat moet je er dan mee? Zou je niet liever een hond of kat willen? Die kun je nog lekker knuffelen, noem maar op. Nou, ten eerste vind ik reptielen onwijs gave dieren. Het zijn geen knuffeldieren, dat absoluut niet, maar daar heb ik ze ook niet voor. Ik vind hun gedrag heel interessant. Het is trouwens ook echt een koppeltje, dus ze hebben al gewoon een paar keer eieren gelegd en zijn ook helemaal gek op elkaar. Ja, ik vind het instinct gewoon heel gaaf, dat jachtinstinct dat er nog echt in zit. En wat heel handig is voor mij, ik ben overdag eigenlijk nooit thuis. Dus ik kan wel een hond of kat nemen, maar daar zou ik niet goed voor kunnen zorgen. Ze hebben heel veel aandacht nodig, noem maar op. En dat kan ik ze gewoon niet bieden. Maar die hagedissen, nou, die hebben natuurlijk niet veel aandacht van mij nodig. Ik verzorg ze natuurlijk wel elke dag. Maar ze hoeven verder niet met me te spelen, ik hoef ze niet uit te laten, noem maar op. En het voordeel met deze hagedissen is dat ze schemer en nacht actief zijn. Dus overdag ben ik sowieso nooit thuis, maar als ik dan s'avonds terugkom, dan zijn ze ook actief. En daar kan ik ook echt van genieten. Dus ik moet ook geen hagedissen hebben die overdag actief zijn, want overdag ben ik er niet. En s'avonds wel, dus dat vind ik bij deze hagedissen ideaal. Dus vandaar dat dit voor mij eigenlijk ideale huisdieren zijn. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden, dat jullie dachten, hey, dat zijn eigenlijk toch wel toffe beesten. En wil je er meer over weten, of lijkt het je misschien ook leuk om ooit hagedissen te gaan nemen? Het is een hobby die steeds populairder wordt. Ik zou zeggen, duik op internet, duik in de boek en ga je dus even inlezen. Want het is echt een onwijs gave hobby. In ieder geval, leuk dat je keek. En hopelijk tot volgende week. Doei doei!